schaatsen. Kom. Ik zeg, die gaan we doen en ze trok er zo naartoe. Geloof in jezelf. Al die mensen loeren. Erover mooi in balans gezeten. Inmiddels ben ik aangekomen bij Military Boekelo. De allergaafste wedstrijd van Nederland vind ik persoonlijk. Want hier zo is echt de supergave 4-ster cross. Mijn ultieme droom om hier natuurlijk een keer van start te gaan. Want met maar liefst 60.000 bezoekers is dit echt een van de gaafste sportspectakels in Nederland. En de cross die is al van start gegaan. We zijn met deelnemer 1, Karin Donkers. En ze komt er elk moment aan. Dus laten we gaan kijken. Inmiddels ben ik aangekomen bij het tweede water, maar ook deze is zo technisch. Je komt hier zo uit de kraan, dan moet je deze tweede schuim pakken. Echt niet normaal. Hier moet je zo goed overzicht hebben met je paard. Ik ben echt benieuwd hoe ze deze gaan doen. Even kijken! Inmiddels zien jullie achter mij Renske Kroesen. Dat is natuurlijk een van de Nederlandse top-eventingruiters. Ik ken haar ook goed. Ze komt vaak bij ons op het terrein trainen. Dus ze zijn warm aan het stappen. Helemaal in de focus. En we gaan hem natuurlijk aanmoedigen als ze van start gaat. Want hier zo is dus hindernis 1. En ik hoop dat ze hem gaat rocken. Het is een tijdje geleden voordat ze hier van start is gegaan. Dus ze zal wel weer even de spanning voelen. Want het is niet voor niks een dikke 4-ster. Dan moet je wel echt alles geven. Dus die stress zal ze hebben. Oké, de meneer gaat in de startbox klaarstaan. Dat betekent dat je aan gaat komen dat hij denk naar 10 naar 0 af gaat tellen. Renske gaat nu de startbox in. Paard is eigenlijk heel erg relaxed. Je mag geen vliegende start hebben, dus je moet even wachten. En daar gaat ze vol start. Military Boekelo, Renske is vertrokken. En daar gaat ze. Kom aan, Renske! Doordat de cross zo groot is, kan je niet alles volgen. Maar ik heb even de livestream aangezet. Want het is natuurlijk een cross van 9 minuten. Dus dat is niet bij te houden. Maar we kunnen zo live Renske een beetje volgen. En dan gaat ze straks, als ze heel ver op het einde is, hier doorheen komen. Duimen! Zie je dat de organisatie er echt alles aan doet, maar het heeft zoveel geregend. Het is niks aan te doen dat het zo modderig is, maar ze doen er in ieder geval alles aan. En zo kan je toch gewoon nog goed verplaatsen en lekker de paardjes aanmoedigen. Toch wel echt een beetje een scherprecht is. Hier gebeurt heel veel op. Je springt daar een bak en dan ga je eigenlijk door naar een smalle. Moet je de heuvel op over een haag, stijl naar beneden, weer smal, weer smal. Dus eigenlijk smal, heuvel op, haag, naar beneden, smal, smal. En dat maakt hem heel erg technisch, want de paden die gaan naar beneden, die zijn een beetje het overzicht kwijt. Dan staat er net achter het bosje die smalle. En dan denk je, je bent er, maar dan staat er nog een smalle. Dus drie smallen met een technische heuvel ertussen maakt het gewoon voor paarden heel erg dat ze moeten opletten. Dit is ook al wat verder aan het einde van de cross, wanneer de paarden wat moeier worden. Dus dit gaat echt alles om techniek. En je ziet dat Boekelo steeds minder dik en breed wordt, maar het gaat steeds meer om de technische kant. En dat is wel het gave van het paardrijden, dat het steeds meer technisch wordt. En dan achterover zit het paard bij elkaar en naar de smalle. En dan is het 1, 2, 3, 4. Wauw, wat een goede ruiter. Niet normaal. Zo moet je het doen. Dat is eigenlijk heel simpel als je het zo ziet. Let's go. Inmiddels is Sanne de Jong met Enjoy de Olympische combinatie onderweg. Ze staan dus op 1 na de dressuur. Ze hebben echt een fantastisch eerderse onderdeel gehad. En dan is het de cross natuurlijk heel erg bepalend. Je moet eigenlijk binnen de tijd finishen, want dan kan je de lead houden. Dus het is en nog hard gaan, maar ook zorgen dat je wel je controle hebt. Dat je op de sprong het natuurlijk technisch goed kan doen. Ze gaat nu naar het water, dus we gaan kijken. Gaat ze de... Er zijn verschillende opties. Zij kiest voor de rechterboom. Dan gaat ze wel voor de buitenste smalle. Dan mooi B en dan pakt ze hem de buitenste punt. Ze heeft voor deze lijn gekozen en dit doet ze wel echt fantastisch. Oké, daar komt de volgende Franse ruiter. Die gaat nu met een mooi... Hij moet even aanvallen. Paarden vinden het altijd spannend. Bodem verandert natuurlijk. Dan gaat hij vol achter.
achterover, mooi in balans gezeten. Paard springt ruiger in, nog eentje, de technische smalle D. En hij is er doorheen. Goede combinatie. Maar er zijn ook heel veel fotografen die dan prachtige beelden maken van alle paarden in actie. Daar bijvoorbeeld Ashley fotografie. Dus dat is wel echt heel erg bijzonder. Want ja, je wilt natuurlijk als je zo'n cross hebt gereden. Wat ik altijd doe is gelijk mijn telefoon checken. Zijn er mensen die foto's hebben gemaakt? Dan kan ik posten en dan kan ik het terugzien. Want er is niks zo moois dan dat je dan je momenten vast hebt gelegd. Dus alle fotografen, shout-out aan jullie. Want dat vinden wij als ruiters altijd heel erg tof als we aan de finish zijn gekomen. Aangekomen bij de watercombinatie kwam ik Ilonka Kluitsmans tegen. Nou, Ilonka is een hele goede eventing ruiter, maar ook een beetje mijn coach, want je wilt me altijd helpen waar nodig. Dit keer ga je niet van start. Ervaar je het een beetje als supporter. Hoe ervaar je het hier vandaag op Boekelo? Ja, het is zo gaaf om hier te zijn. De hele week heb ik soort van Boekelo-kriebels en probeer ik alles via social media te volgen. Dus ze zijn zo mooi afgewerkt, altijd op zo'n Boekelo's. Ja, het is geweldig. Ja. Nou, en dan is het natuurlijk wel een mooi iets, want Ilonka heeft hier dus gewoon meerdere keren gestart. Ja. Kun je ons heel even vertellen, hoe is het om nou als ruiter hier van start te gaan? Wat maakt Military Boekelo zo magisch? Ja, als ruiter word je echt op handen gedragen. Je hebt een keer een avond dat je als ruiters wordt voorgesteld. Je dus dan meet the stars. Dus je voelt je meteen een ster als je hier rijdt. Overal is gewoon publiek. Gewoon met de eerste keuring al staat er al publiek omheen. De mensen die vinden het fantastisch om met je te praten. Het is natuurlijk, de mensen komen hier ook echt naartoe als dagje uit. Dus uit heel de omgeving komen er zoveel mensen en die vinden het geweldig om met een ruiter te praten, met een Nederlandse ruiter. En dan vervolgens als je van start gaat, dat is echt niet normaal. Dan krijg je gewoon vanaf het eerste hindernis tot de laatste krijg je applaus mee. Dat is echt, je krijgt kippenvel. Mijn laatste vraag. Ik als jonge ruiter, ik kijk natuurlijk heel erg op tegen jullie. Kun je me één tip meegeven? Wat moet ik de komende jaren aan gaan werken, als je bijvoorbeeld alleen persoonlijk naar mij kijkt, om hier zo binnen 4 jaar op Boekelo te staan? Voor jou, geloof in jezelf. Je bent zoveel beter dan je zelf weet. Ja. Nou, mooie tip. Dankjewel. En we gaan nog even genieten van de sport. Ja, zeker. Inmiddels zijn we aangekomen bij de Koffin. En dan spring je dus over de draai. En dan ga je hier zo door. En dan moet je dus naar één glossprong naar beneden springen en over de smalle. En dat is voor de paarden heel kijken, want ze moeten dus een gat inspringen. En dan eigenlijk gelijk in balans weer over de smalle. Dus we gaan kijken hoe deze combinatie het goed doet. Springt de eerste, dan moeten ze goed reageren, naar beneden. En dan 2 glossprongen, een smalle en deze gaat goed. En het tricky is dus, omdat de eerste balk een minclip is, moet je die ook nog goed vouwers overheen springen, dat je daar niet op landt. Dan met veel lef moeten ze naar beneden springen en dan de technische smalle erachteraan. Wat brengt jullie vandaag hier op Military Boekelo? Vooral de paarden, dat in de eerste instantie. En we wonen op het terrein, dus dit is het ultieme feest voor ons elk jaar. Omdat ik van paarden hou en ik vind eventing geweldig. Het is alleen heel druk. Ik vind het hartstikke leuk dat je het hele jaar door eigenlijk al ziet dat Amerika binnenkomt, Nieuw-Zeeland met de vrachtwagens. In de supermarkt kom je mensen uit allerlei landen tegen. En ik vind dat gewoon, dat heeft iets en het is een kick dat je die paarden ziet. Dennis, wilt u nog gaan bezoeken? Ja, alles wil ik. Ik wil het hele parcours lopen. Veel plezier nog. Dankjewel. Ik sta hier met de mannen van Maasbergen. Wat brengt jullie hier zo op Military Boekelo? Ja, nou, wij zijn bezoekers. Cas, Friso en ik. Ja, gezien en gezien worden. Ja, maar kijk even hoe je gekleed bent. Dat is dus zo leuk. Lekker al die mensen loeren en lekker een drankje doen. Ja, ik vind het wel heel gezellig. Ja, en kijk je dan ook nog een beetje naar de paden of vooral naar de... Ja, natuurlijk. Af en toe is het natuurlijk wel heel gaaf om zo'n groot beest langs te zien komen. Ja, lekker te kijken en te leren allemaal hoe het hier gaat. En het is natuurlijk leuk om de goede dingetjes mee te pakken en naar onze eigen wedstrijd mee te kunnen pakken. Als ik zo eens wat mensen interview, dan hoor je dus dat echt iedereen hier gewoon wilt zijn. Dat de omgeving het ook echt heel erg omarmt, omdat ze worden hier goed ontvangen. Het is hier superleuk. Internationale top komt hier naartoe. Gewoon the place to be. Inmiddels
inmiddels ben ik aangekomen bij House of Excellent. Ja, wat ziet het hier waanzinnig uit. Cool, hè? Gaaf, hè? Niet ja. Normaal. Het is een initiatief van 9 ondernemers met elkaar, die dit eigen de koppen bij elkaar gestoken hebben. En hier een relatie-evenement van hebben gemaakt. Dus we hebben allemaal klanten, gasten uitgenodigd. En daar gaan we iets unieks van maken hier. Ik kan niet wachten om even binnen een kijkje te nemen, want ik vind het superleuk dat we een samenwerking hebben en dat ik zo hier terecht kom. Dus we gaan even binnen kijken. Nou, ik vind het ook heel fijn dat je er bent. Dus we gaan er iets leuks van maken. Leuk. Ja. Op naar binnen. Ik wil graag even een applaus voor Christy Snapvangers. Christy, fijn dat je er bent. Mijn ultieme doel is eigenlijk om hier over 2 jaar zelf van start te gaan. Dus dan hoop ik dat jullie me daar zo over bij zien scheuren. Moet je maar zorgen dat je paard genoeg vertrouwen heeft als er bom staat, dat hij wel durft te springen. Want ja, publiek kan je gewoon niet trainen. Ik denk dat jij het ultieme boegbeeld kunt zijn voor deze sport. En ook voor ons als bedrijf en als partners die hier aanwezig zijn. Dat we ook gaaf vinden dat je hier bent. Dus doe je voordeel mee. Ik zou graag nog 1 ding willen toevoegen, want ik kan het natuurlijk niet alleen zonder sponsoren. En ik ben heel blij dat Hofman Animal Care aan mijn zijde staat om mijn dromen in de sport waar te maken. Dus dank jullie wel. Tussendoor ook even pauze houden. Military Boekelo is natuurlijk niks zonder sponsors en een van de sponsoren is JCB en dat zien jullie achter mij. Die sponsort bijvoorbeeld deze hindernis. Achter mij, daar is dus de finish van Military Boekelo en als je hier dan doorheen komt, dan krijg je dus een grandioos applaus en dat is wel heel erg gaaf. En kijk, hier hebben we de enige echte omroeper. Jouw stem horen we op heel hard terrein, hoe vind je dat? Heerlijk. Dat heb jij toch ook? Je eigen stem horen en dan hoor je dat en mag je iedereen vertellen. Dat is heerlijk. Hè? Nou, ik hoop dat je ooit over een aantal jaar mij aan de finish mag opwachten. Nou, ik sta hier, dus het komt helemaal goed. Over een paar jaar. Tot over een paar jaar. Dus juist kom je uit de cross, Janneke. En vorig jaar ging je al door de bossen met I'm Special en nu gewoon grandioos. Kun je ons meenemen? Ja, het was echt een super rit. Ik begon een beetje terughoudend om even af te tasten hoe de bodem was. En ook, er gebeurde best wel veel. Dus ik dacht, ik moet even goed in mijn ritme komen en zorgen dat ik de eerste combinatie gelijk goed heb. Dat ging echt super goed. Dus pakt het super aan. Elke combinatie deed ze mee. En als ik zei van met lange teugels of iets uit onbalans, ik zeg die gaan we doen. En ze trok er zo naartoe. Dat was echt een heel gaaf gevoel. Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd, want je oogde dit jaar met Special nog fitter, nog sterker. Heb je daar dan het afgelopen jaar heel hard op gewerkt? En wat heb je dan bijvoorbeeld gedaan? Dat klopt ook wel. Ze is ook echt nog heel erg aan het ontwikkelen. Dat is heel gaaf om te merken. Vorig jaar was ik dus ook te hard begonnen hier. En was aan het eind echt eigenlijk veel te moe, zeg maar. Ze deed het op karakter en naar het eind lopen. Alleen nu had ik daar natuurlijk veel meer op getraind. Ze heeft ook een jaar meer conditiewerk gedaan. Ze heeft ook eigenlijk richting de Olympische Spelen heeft het hele trainingstraject meegelopen. Dus ze is gewoon al heel veel gegroeid. En dat zie je ook wel echt daar. Ze is eigenlijk al bijna een heel ander paard geworden. En dat is wel echt gaaf. Ik denk als we nog eens een jaar of 2 jaar verder zijn, dat ze echt een wereldster kan worden. Ja. Je bent al op het moment enorm gestorven enorm gestegen in het Nederlands klassement. Ja. Morgen is dan het springen. Hoe is Special in het springen? Laatste onderdeel. Ja, dat is ook wel echt een van haar sterke kanten. Ze kan heel goed springen. En 9 van 10 keer als ze gewoon fit is en ik rijd goed, dan is het foutloos of een balkje als we een keer een pechje hebben. Even voor de kijkers, je bent natuurlijk de titelverdediger van vorig jaar. Ja. Dit zou nu de 3e jaar op rij worden. Dus ik ben wel gretig. Ik wil hem wel graag 3 keer op rij. Ja. Dat is wel leuk. Een hattrick zou wel echt super cool zijn. Ja. Heb ik nog even een andere vraag? Want de kijkers hebben hier de vorige video gezien op de Olympische Spelen met Champ. Ja. Kun je misschien vertellen waarom hij er nu bijvoorbeeld op Boekelo niet is? Is dat omdat hij dus aan het herstel is van de Spelen nog? Of hoe kijk je daarnaar? Ik heb wel getwijfeld, want op zich kwam hij heel fit terug uit de Spelen. Ik dacht, wat wil ik dan nog laten zien, snap je? Hij heeft het op de Spelen zo goed gedaan. Dan aan de ene kant wil je heel graag rijden hier, maar ik dacht, ik heb al met Special kan ik hier rijden. Dus ik heb al een paard om hier te rijden. En daarnaast wilde ik hem vroegtijdig eigenlijk vakantie geven, zodat ik de winter goed kon trainen om dan volgend jaar richting een 5-star te trainen. Ja, dat zou echt super gaaf zijn. Ik wens je heel veel succes morgen in het springen. En bedankt dat we weer even wat vragen mochten stellen. Nou, geen probleem, dankjewel. En tussendoor maken we ook tijd voor fans om op de foto te gaan. Kom maar bij. Wat heb jij een goede trui aan? Heel goed. En daar komt de allerlaatste combinatie aan. Military Boekelo is bijna ten einde. Ik heb zo mega genoten. Prachtige sport gezien. Dit is absoluut mijn ultieme droom en doel. En elk jaar als ik hier weer vertrek, denk ik, hier gaan we keihard voor trainen. De allerlaatste combinatie die gaat nu over de sprong en ze doet het fantastisch. Woehoe!
Geweldig, wat een finish. Dat is toch je droom. De massa mensen gaan weer naar huis. Ik heb enorm genoten en ik zie jullie heel graag weer bij de volgende video. Tot volgend jaar. Bedankt voor het kijken. Doei doei.